Dus hier en dan gewoon in dat doodlopende straatje. Ja, je hebt hier dadelijk die bocht en dan is het inderdaad een doodlopend straatje, komt bij nummer 1 uit. Ah, top, dank u wel. Oké, dan dank u wel. Moeten we lopen of moeten we even de fiets pakken? Goedemiddag. Ik hoop dat u de moeder bent. Volgens mij is je piemel even groot als gezicht en ook het haar is even veel. Je spiegt uit je gezicht, maar als piemel spuit je perma. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Internet is aangepakt. Vandaag zijn wij in België. Ik zie daar België al bijna liggen. We zijn nog wel in Nederland. Hier staan onze mooie OV-fietsen. Want wij gaan weer voor een internetheldje op pad. Want waarom is deze reactie geplaatst? En naast deze reactie ook nog deze reactie. Met de reactie van like zodat hij stopt. Het slaat helemaal nergens op. Wij gaan naar het huis van het internetheldje. En wij zijn benieuwd naar het verhaal achter deze haatreactie. En mocht je denken waarom ik een oortje in mijn oor heb, dat is om te kijken of mijn geluid van dit microfoontje goed klinkt. Normaal doet een cameraman dat. Internet is aangepakt, heeft niet zo'n hele groot budget. Dus we moeten het ook een beetje om onszelf doen. Cameo'ers heet dat tegenwoordig. Let's go! Het internetheldje woont in een boerderij en we zijn met z'n tweeën. Normaal zijn we met een iets groter groepje. Hierachter is het. Dit is nog niet herkenbaar, dus dat mogen we nog laten zien. Alleen het punt is wel dat het helemaal dicht begroeid is. Dus mocht het fout gaan, want een camera is natuurlijk niet altijd gewild, dan zijn we wel een beetje de lul. En normaal zijn we altijd met meerdere mensen, maar dit keer met z'n tweeën. En jongens, mocht je dit thuis nadoen, want er zijn meerdere mensen die dit doen op YouTube, zorg wel voor dat je het goed aanpakt en niet met je in je eentje gaat. Want mocht je de verkeerde persoon tegenkomen, dat is niet heel erg goed. Dus doe het thuis niet na, alsjeblieft. Een pad die loopt die kant op en dan is het rechtdoor. Dus het is hier en dan gewoon in dat doodlopende straatje. Ja, je hebt hier dadelijk die bocht en dan is het inderdaad een doodlopend straatje. Top, dank u wel. Oké, dan dank u wel. Moeten we lopen of moeten we even de fiets pakken? We zijn onderweg en komen ondertussen nog wat vage beelden tegen. Die we hebben geblurred voor de herkenbaarheid. Goedemiddag. Hallo. Hi, goedemiddag. Mag ik mezelf wel even voorstellen? Hi, ik ben Darsjan Boerema. Ik hoop dat u de moeder bent. Jeetje, ja. Ja, want wij willen eigenlijk even wat vragen. Het is namelijk nogal heftig wat we tegenkwamen. Sorry dat we u zo mee overvallen hoor. We kwamen namelijk op internet nogal een hele rare reactie tegen van uw zoon. En wij doen, ik ben zeg maar een soort van mini Peter R. de Vries op internet. Dat valt nog wel een beetje mee. Maar we kwamen een hele rare reactie tegen van uw zoon op internet. Waar? Mag ik eens zien? Ja, ik laat het even zien. Het was deze reactie. Volgens mij is je piemel even groot als gezicht. En ook het haar is even veel. Je spiegt uit je gezicht, maar als piemel spuit je perma. Er staat helemaal nergens op. Nee, en later ook nog een reactie met like als je vindt dat deze jongen moet stoppen. Dus het is echt wel gewoon een hele heftige haatreactie. Ja, zeg. En, ja, dan weet ik het niet meer eens. En dit staat nu ook op Twitter, want diegene heeft het gedeeld op Twitter, omdat hij natuurlijk een hele rare reactie vond. Kan dat eraf of niet? Ja, zeker, maar ik weet niet of hij zijn naam staat zo. Als u zijn naam nu googelt, dan kom je op deze reactie. Dat meen je niet. Dus stel, ik weet niet hoe oud uw zoontje is. 12. Nou, stel hij heeft op een gegeven moment een... Oh, wat goed zei dat jullie dit doen. Stel, echt goed, dank stel hij heeft een werkgever later of iets in die richting, dan komt hij wel op die haatreactie uit. Kan ik daar ook op reageren? Ja, zeker. Dat het niet de bedoeling is en dat hij moet voor mij sorry zeggen hoor. Ja, want dit kan je dat naar mij sturen? Ja, ik kan het, natuurlijk kan ik het sturen. Dit is echt een hele heftige... En het slaat ja, dat ook, kan niet. Het slaat ook nergens. En het is dan, deze jongen, het is niet een hele goede foto, maar dit is de YouTuber. Het is niet een hele goede foto om het zo te zien hoor. Maar... Oké. En wij vonden het wel even nodig om het even aan u te melden natuurlijk. Heel en goed. We komen heel, best wel ver vandaan, dus wij dachten we gaan hier even naartoe om het even te melden vandaar. Super. Dus vandaar. Hey, maar, stuur mij die link even door ja, als je wil. Ja, graag. Dan ga ik daar eens even actie op ondernemen, want dit vind ik natuurlijk niet oké. Nee, want controleert u wat uw zoon op internet doet? Nee, ja, ik probeer het zoveel mogelijk te controleren, maar je hebt gewoon niet alles... Nee, het gebeurt ook heel veel hoor, dat is ook een probleem. Er is zoveel haat op internet dat we op een gegeven moment ook niet meer weten wat... Ja, wat... maar ik ga hier wel wat mee doen hoor, ben maar niet bang. Maar ik vind wel goed dat jullie dit doen. Ja, wij doen dit vaker, dan gaan we erbij langs. Ook omdat wij graag het verhaal achter die... Maar weet je, hij heeft totaal geen enkel idee wat hij volgens mij opschrijft. Maar goed, daar gaat het niet om. Nee. Het slaat helemaal nergens op. Nee, dat snap ik. Ik zal... Goed, ik zal hem... Zal ik heel even kijken hoor, kopieer. Houd hem maar in de gaten, dan komt een excuus op. Nou ja, want hoe wilt u het nu gaan controleren of hoe? Ja, natuurlijk. Het is toch ook in principe onmogelijk om het te controleren, lijkt maar mij. Maar dat is het probleem. Ja. Heel die piep social media, dat is gewoon echt het probleem. En sowieso YouTube, wat er allemaal wel niet opgezet wordt. En
Natuurlijk, weet je, en hij gaat dan waarschijnlijk met vriendjes van, heb je dat gezien? Mm-hmm. En gewoon moet je luisteren, hij is eigenlijk heel zachtaardig hoor. Ja. Als ik hem dit laat lezen, gaat hij huilen, weet je zeker. Hij moet hier ook gewoon zijn excuses voor aanbieden aan die jongen. Ja. Dat gaat gewoon niet... Dus we kunnen een reactie of ja, een excuus... Hou maar gewoon in de gaten, dank u wel. Goed. Nee, want... Dat... Nee joh, ik ben sowieso zwaar tegen pesten. Ja. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Nee, maar prima. Ja, nee. Nee, maar helemaal goed. Dat ik, u het ik weet. Ik ben er wel blij mee. Ja, nee. Het is een goede les, jongen. Nou, het dank is een hele goede les. Dan bedank ik u in ieder geval voor je tijd. Maar, en, goed. Nou, fijne dag nog. En we zien de excuses dan tegemoet van u. Houd maar in. Is goed, dank u wel. Hey, dank je. Yo, doeg. Hey. De excuses kwamen inderdaad. Annemar heeft een excuusreactie ontvangen en wij een mailtje. Het is dus geslaagd. Thanks voor het kijken. Even liken en abonneren. Doeg. We kunnen weer lekker gaan fietsen. Woe! Hou je bek aan gewoon.